Yes, aflevering 2 van de serie Je chakras activeren en stimuleren. Vandaag is het tijd voor de sacrale chakra. De sacrale chakra wordt afgebeeld als een oranje centrum, een oranje wiel. Chakra staat voor centra. En iedere centra in je lichaam is eigenlijk een soort van energiewiel, zo zou je het kunnen zien. Dat energiewiel kan draaien, unwinden, zo kun je het ook wel noemen. En het kan dus naar rechts draaien, het kan naar links draaien. En als je heel goed focust op je lichaam en met je handen versmelt met die plek, dan kun je het ook voelen. De tweede chakra is de sacrale chakra dus. En het wordt vaak de vrouwelijke chakra genoemd, omdat daar eigenlijk de vrouwelijke kracht zich bevindt. Het is de chakra van sensualiteit, flexibiliteit, seksualiteit, maar ook de chakra van levenslust, van passie, van levensenergie. En met name wanneer je bekend bent met Human Design, wat ik ook aanbied, Human Design readings, dan weet je dat je sacrale center, dat eigenlijk alleen maar generators een sacrale center hebben of manifesting generators. En dit center is zo ontzettend belangrijk voor die levensenergie. Om maar iets neer te kunnen zetten en om maar door te kunnen gaan, heb je die energie nodig. Nou heeft niet iedereen consequent die levensenergie in zich. Dus vandaar dat de ene persoon zich sneller vermoeid kan voelen als de andere persoon. Goed, dat even over Human Design. Dat vind ik zelf super interessant. En de sacrale energie gaat dus echt heel erg ook vanuit je passie. Dus echt doen wat jij leuk vindt. Doen wat bij jou hoort. Echt je passie in het leven naleven en daarvoor gaan. En tevens is dit een chakra die eigenlijk ook bij heel veel vrouwen vastzit als het ware. En met vastzit bedoel ik eigenlijk dat het niet lekker stroomt. Het is met name, dit is een chakra die heel nauw ook samenwerkt met de wortelchakra. Dus met je veilig voelen. En dit is een item, een thema waar veel vrouwen toch wel mee worstelen. Je veilig voelen als vrouw. Je veilig voelen hier op aarde. Je heel erg verbonden voelen met je vrouwelijke kant, met je vrouw zijn. En dit ook kunnen uiten, durven uiten. In de maatschappij wordt vrouw zien, wordt al heel snel geassocieerd met hoerig of sletterig of ordinair of noem het maar op. En daardoor wordt het voor ons vrouwen best wel lastig om onszelf nog te durven uiten en om onszelf te laten zien. En onszelf ook veilig te voelen zoals we gewoon zijn. Dus dat we gewoon desnoods bij wijze van naakt erbij kunnen lopen zonder dat we ons onveilig voelen. Goed, dat is even een ander thema. Dat gaat er wel ook over. Het gaat heel erg over je vrouwelijke energie. En hoe voel jij jouw vrouwelijke energie? Hoe ervaar jij jouw vrouwelijke energie? Ben je verbonden met jouw vrouwelijke energie? Het eerste wat mij opvalt bij deze sacrale chakra is ook dat wij vrouwen heel erg geneigd zijn om recht toe recht aan te lopen. En wat ik hiermee met name bedoel is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld wat jongere meiden, die zwieren nog met hun heupen. En die zijn ook heel erg met seksualiteit bezig. Die zijn bezig met seksualiteit te ontdekken, te omarmen, te kijken hoe zij erin staan. En die lopen ook nog gewoon met hun bekken op en neer gaan. Misschien moet ik het even voordoen, dan wordt het wat concreter. Wat ik bedoel is, als jonge meiden over het algemeen lopen, lopen ze zo. Die bewegen hun bekken gewoon op en neer. En dit zorgt ervoor dat jouw sacrale center gestimuleerd wordt, geactiveerd wordt. Maar wat doen wij volwassen vrouwen nou vaak? Als wij lopen, lopen we zo. Ik loop op mijn tenen, dus dan loop ik automatisch zo. Wacht even. Wat wij volwassen vrouwen vaak doen is zo lopen. Dit zit vast dan. Als jij gewoon zo loopt, zit dit vast. Hier zit geen beweging in. Zie je dat? Dit beweegt niet. Dit zwiert heel enkel op en neer. Terwijl als je echt loopt, dit is even wat overdrevener, maar als je gewoon normaal loopt en je leunt als het ware, je gaat met de flow mee, hè? Dus je beweegt gewoon op het ritme, dan
stroomt dit veel meer. En die tip wil ik je dus als allereerst mee gaan geven. Heb jij moeite om bij jouw vrouwelijke energie te komen en te blijven en om je veilig te voelen? Doe dan sowieso als allereerst de oefening uit de eerste aflevering. Dus de wortelkom, de wortelchakra activeren en stimuleren zodat jij je veilig voelt. En doe dat in combinatie met dat je als je gaat wandelen, dat je gewoon beweeg maar lekker met je heupen. Ga maar lekker gewoon mee in het ritme en voel je vrouwelijk. Je mag je vrouwelijk voelen als je een vrouw bent. En probeer je daarin echt veilig ook te voelen. Dus door die wortelkom te activeren. Dat is één ding wat kan helpen. Wat ook kan helpen is gewoon lekker dansen. Ga maar eens lekker met je heupen los, zwieren, zwingen. Ga maar eens Kambacha heet dat geloof ik, of salsa doen. En daarin merk je ook, dat is ook een hele vrouwelijke dans eigenlijk, waarin je juist die kracht van die sacrale chakra gaat inzetten en gaat voelen en gaat ervaren en je lekker vrouwelijk gaat voelen. Voordat we verder gaan, wil ik nog even met je delen dat ik met name de oefeningen uit dit boek haal. Dat vind ik wel belangrijk om erbij te vermelden, dus het is niet zo dat ik ze zelf verzin of zo. Dit boek gebruik ik ervoor. Dit is echt een super interessant boek wanneer je meer wilt weten over chakra's. Het boek heet Chakra Kracht voor Vrouwen. Versterk jezelf met 12 krachtige tools. En het is geschreven door Lisa Erickson. Hier komen dus ook de meditaties uit die je in deze video's vindt. Dus mocht je die fijn vinden, mocht je er meer over willen weten, wat dan ook, ga dit boek lezen of weet dat in ieder geval dat ik ze uit dit boek heb en dat het niet van mezelf is. Een ander boek wat ook super interessant is, is dit boek. Die vind je gewoon eigenlijk van die boekenzaken. Dit gaat helemaal over chakra's, geschreven door Jenny Harding. En dit gaat over, over wat breder. Dus inderdaad, iedere chakra, wat de chakra inhoudt, hoe je hem kunt activeren, stimuleren. En dan met name door voeding, door kledingkleur, door edelstenen, yoga poses, meditaties, van alles. Dit is eigenlijk een heel leuk basisboek. Zo zou ik het kunnen omschrijven. Dus wil jij gewoon als leek, zeg maar, meer over chakra's weten, dan is deze wel leuk en een aanrader. Wil je echt dieper op chakra's ingaan en je eigen chakra's gaan helen, dan zou ik je echt meer dit boek aanraden. Dit is echt een heel krachtig boek. In de vorige video benoemde ik welke edelstenen je kunt gebruiken om je wortelchakra te stimuleren of om te bekrachtigen. En dat ga ik in deze video ook weer doen. De edelstenen die bij de sacrale chakra horen is een barnsteen wordt er vaak voor genoemd. Dat is een oranje-achtige soort, oranje-bruinige soort. Steen is het niet echt. Het is meer een schors. Hoe moet ik dat zeggen? Het is meer een soort gemaakt van schors, stroopachtig iets, zeg maar. Dus het is heel, heel hard. Misschien moet je er maar gewoon op googlen voordat ik het... ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik gebruik vaak een oranje calciet, met name als ik craniosacraal therapieën geef. Of edelstenen therapieën, kristaltherapieën, dan gebruik ik deze vaak. Of deze, dit is een agaat als ik het goed zeg. Dit is een agaat. En deze heb ik gewoon van de bouwmarkt en die heb ik in stukken gehakt. En dat zou je dus ook kunnen doen mocht je een edelsteen, een ruwere, grotere edelsteen willen. Deze is wel heel erg mooi. Er zitten ook oranje stukken in. En ik vind de structuur gewoon heel erg mooi van deze steen. Je ziet echt heel erg duidelijk hoe die... hoe die gegroeid is. Verder heb ik nog gebrande amethyst. Gebrande amethyst. Het is niet echt... ik twijfel of het een honingcalciet is of een gebrande amethyst. Het is in ieder geval geen citrine. Vaak worden deze verkocht als citrine. Is niet zo... is die veel te donker voor citrine. Is helemaal niet zo donker van zichzelf. Dus het is een honingcalciet of een gebrande amethyst dus. Heb ik ook nog een maansteen. Dit is echt mijn all-time favorite. Met name
om je vrouwelijke kracht te laten of te stimuleren en daar ja, meer mee te versmelten en je veilig daarbij te voelen. Daar helpt maansteen je echt heel erg bij. Zonnesteen zou je ook nog kunnen gebruiken voor je sacrale chakra. Een hele mooie steen ook. Je ziet het nou niet zo goed, maar hij zit een hele mooie shimmer ook in. Deze geeft ook echt lekker veel energie af. Zegt het ook al, zonnesteen staat dus echt een beetje voor de zonnekracht, om het zo maar te zeggen. Dus het vurige, het passievolle in je naar boven halen. En dit is ook echt een favoriet van mij. Dit is een karneol. En een karneol is, gaat ook heel erg over je passie naar boven brengen. Maar ook heel erg over het vrouwelijke. De levensenergie in je stimuleren. En ook zorgen dat je weet wanneer genoeg genoeg is. Dat je op tijd rust. Dat je echt heel erg luistert naar je eigen lichaam. Dit is echt een favoriet van mij, omdat ik een open sacrale center heb volgens Human Design. En wanneer je dus een open sacrale center hebt volgens Human Design, dan heb je niet altijd beschikking tot die energie. Dus het is voor mij heel lastig om te weten wanneer genoeg genoeg is. Ik kan heel erg gaan, zeg maar, ergens voor gaan. En niet meer weten wanneer genoeg genoeg is. Dus gewoon maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. Totdat ik uiteindelijk een burn-out heb. En deze steen helpt daar heel erg bij. Om echt bij mezelf te blijven. Om echt te voelen van oké, wat wil ik? Heb ik daar energie voor? Waar heb ik behoefte aan? Echt een super steen. En dan wil ik nu met je de tool gaan delen uit het boek van de chakra kracht. Dus de tool om jouw chakrale center te activeren en te stimuleren. Je mag hiervoor natuurlijk weer een lekker rustig plekje opzoeken. Ga ergens zitten, liggen. Zet de video even op pauze voordat je die plek hebt gevonden. En dan gaan we daarna verder. We gaan namelijk de heilige lotus stimuleren. De heilige lotus staat heel erg voor het vrouwelijke ontplooien, het vrouwelijke laten groeien, bloeien, laten zien. Een lotus kan zich heel mooi ontvouwen, maar kan ook weer heel erg naar binnen klappen. Wat we gaan doen is die lotus lekker laten ontvouwen, lekker laten bloeien, groeien, zodat jij echt je sacrale kracht en chakra gaat voelen en je vrouwelijke passievolle, levenslustige kant gaat voelen. Goed, we gaan beginnen. Je mag je handen leggen ter hoogte van je bekken op je onderbuik. En adem een paar keer er naartoe om je te centreren en te concentreren. Stel je nu voor dat onder je handen, in je bekken, een amberkleurige lotusbloem bevindt die als een grote schaal rechtop in je onderlichaam staat. Neem even de tijd om het beeld van deze lotusbloem te laten rijpen. Je kunt experimenteren met de grootte en de vorm van de blaadjes. En met andere schakeringen van amber, goud en oranje. De energie van deze lotusbloem is flexibel, bewegelijk, helder, open, vrouwelijk, creatief, sensueel. En krachtig. Om je met het gevoel van flexibiliteit te verbinden, kun je tijdens de visualisatie je lichaam heen en weer bewegen, mocht je dat willen. Je kunt je handen op je onderlichaam laten rusten, of op je knieën of in je schoot neerleggen.
Voel je verbonden met het beeld van deze lotusbloem in je bekken. Stel je dan voor dat de wortels door je stuitje heen naar beneden lopen, de aarde in. En ervoor zorgen dat de lotusbloem stevig vaststaat. Stel je voor dat het amber, goud, oranje kleurig licht omhoog straalt in de rest van je lichaam en je chakra's. Stel je voor dat het door je kruin naar buiten stroomt. Het kan zijn dat dit wat moeizamer gaat. Dat heeft dan alles te maken met dat deze chakra wat uit balans is. Dat je je moeilijk hiermee kunt resoneren. Dat het dus moeilijk aansluit bij jouw gevoel. Dat is niet erg. Door hiermee te oefenen, raak je er steeds meer vertrouwd mee. En zal het ook steeds makkelijker gaan. Misschien heb je een herinnering of een eerder gevoelde energie van het sacrale chakra gevoeld, dan mag je deze oproepen. En het gaat hier over een energie waarin je je heel krachtig voelde, of heel vrouwelijk voelde, heel verbonden voelde. Stel je voor dat dit gevoel uit de lotusbloem naar buiten straalt en zich als een amberkleurig licht door je lichaam verspreidt. De volgende affirmaties mag je nu gaan herhalen. Deze zorgen ervoor dat jij nog meer verbonden wordt met je sacrale chakra. En je sacrale chakra nog meer gestimuleerd wordt. Ik ben creatief. Ik ga mee met de flow. Ik ben een sensueel wezen. Ik ben hartstochtelijk en gepassioneerd. Ik ben geïnspireerd. Ik ben geweldig. Dit gaan we nog twee keer doen, twee keer herhalen. Ik ben creatief. Ik ga mee met de flow. Ik ben een sensueel wezen. Ik ben hartstochtelijk en gepassioneerd. Ik ben geïnspireerd. Ik ben geweldig. Ik ben creatief. Ik ga mee met de flow. Ik ben een sensueel wezen. Ik ben hartstochtelijk en gepassioneerd. Ik ben geïnspireerd. Ik ben geweldig. Houd dit beeld nu nog een paar minuten vast. Langer mag natuurlijk ook altijd. En drijven je gedachten nou af, bouw dan in dezelfde volgorde het beeld opnieuw op. Dus de lotusbloem, de wortels, het licht dat omhoog straalt. En blijf heen en weer bewegen met je lichaam, als je dat wilt.
En mocht er nou een bepaald gevoel of een bepaalde energie in je naar boven komen, ontspan je dan. Laat het op je inwerken en laat toe dat dit je blik en ervaring richting geeft. Merk op wat je voelt en maak een snapshot van je herinnering om deze later terug te kunnen halen. Laat het beeld langzaam in jou verdwijnen, maar blijf nog even met je ogen dicht zitten om het te integreren. En als je zover bent, dan mag je je ogen weer open doen. Deze oefening om de lotusbloem te activeren is heel erg belangrijk om vaak te doen. En met vaak bedoel ik, probeer hem iedere dag even te herhalen. Net als met de wortelkom. Het is heel erg belangrijk om hier bekend mee te raken. Je lichaam hier bekend mee te maken. Ik gooi even die uit mijn woorden. En om ervoor te zorgen dus dat jouw lichaam die energie gaat herkennen. Bekend ermee wordt en zich daar veilig bij gaat voelen. Dat jouw nieuwe realiteit gaat worden. Dat je echt in je kracht mag gaan staan. Dat je echt in jouw kern mag gaan connecten met jezelf. En mag zijn wie jij bent. En daarvoor is het dus super belangrijk dat je dit gaat herhalen. Dat dit een nieuw patroon van je wordt. Dat deze nieuwe gevoelens er gaan inslijten. En dat ze dus jouw oude gevoelens gaan overschrijven. Dus jouw gevoelens dat je te vrouwelijk kan zijn. Of te seksueel. Of te lui juist. Dat kan ook. Het kan ook een andere kant natuurlijk hebben, hè. Wanneer deze chakra uit balans is, dan uitzicht dat vaak in dat je dus overseksueel bent, alleen maar met seks bezig bent, veel seks wilt. Of alleen maar bezig bent met je passie en je levenskracht en hier een beetje misbruik van maakt als het ware. Dus je niet weet wanneer genoeg is en wanneer je mag stoppen, wanneer je rust mag nemen. En de andere kant is juist meer dat je dus heel erg passief wordt. Dus heel erg lui. Helemaal nergens zin meer in hebt. En nergens behoefte meer in hebt. Dus wat je vaak ziet bij een depressie. Dat je echt in bed blijft liggen. En het interesseert je allemaal niet zo meer. Je levenskracht, je levensenergie is weg. En je hebt niet echt meer zin om iets te ondernemen als het ware. Dat is ook weer de andere kant. Dus het kan zich zeg maar overstimuleren en het kan zich onderstimuleren. Ja, onder. Hoe zeg je dat? Laten we het op onderstimuleren houden. En je wil het juist zeg maar in balans hebben. Dus je wil juist dat je echt in je kracht voelt staan en dat in balans is. Dit was hem weer voor deze keer. Ik denk dat ik je weer heel veel tips heb gegeven. En we gaan volgende week het hebben over de zonnevlechtchakra. En daarin vertel ik je dus meer over de zonnevlecht. En wat je kunt doen om die te stimuleren en te activeren. Dankjewel voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je deze video een like geeft wanneer je ervan hebt genoten. Of wanneer je meer van dit soort video's wilt. Heb je nog ideeën? Laat dat ook zeker weten onder de video. En dan zie ik je heel graag volgende week terug bij een nieuwe video.